Als ik hier door de stad loop, vind ik het fantastisch. Ben je al? Sorry. Ja. Kon die al? Ja, doe maar. Okay. Ja? Als ik hier door de stad loop, dan valt het me op hoeveel ruimte en... Mijn naam is Susanne Herman en ik sta op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor D66. Ik ben docent en als docent vind ik het ontzettend leuk om bij te dragen die voor hem of voor haar belangrijk is. Nou, dat. Hoe ontzettend veel ruimte er hier is voor kunst en cultuur. Mijn naam is Susanne Herman, ik ben docent en ik ben gemeenteraadsverkiezingen. Omdat ik wil dat iedereen hier de kans krijgt en de mogelijkheden heeft om zich te ontwikkelen op de manier die hij wil. Of zij natuurlijk. Vrouwen. Nee, nou zeg ik weer, ik zeg twee keer fantastisch, dus daar kan ik niet tegen. Ik hoor mezelf praten. Daarom sta ik, Susanne Herman, op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 22 maart. 21? Ik ben docent en ik geniet er elke dag van om in het onderwijs te werken. Niet alleen... dat was echt heel goed. Daarom... Als ik hier door Leiden loop, vind ik het fantastisch om te zien hoeveel ruimte... Als ik... Nou. Als ik door Leiden loop, vind ik het fantastisch om te zien hoeveel groei er is op het moment op cultureel gebied. Relax, ontspan, kom goed. Daarom sta ik op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Als ik door Leiden loop, vind ik het fantastisch om te zien hoeveel ruimte er op het moment... Nee. Als ik door Leiden loop, vind ik het fantastisch om te zien hoeveel groei er op het moment is op cultureel gebied. Maar er is ruimte voor nog veel meer groei. Omdat ik wil dat iedereen de gelegenheid... Maar er is plek voor nog veel meer groei. Ja, ik hoor gewoon de bus in de verte aankomen. Ja. Iedereen moet de kans krijgen om hier zich te ontwikkelen op de manier die voor hem waar het best is. Daarom maak ik me als D66 ook sterk voor cultuur. Ik geniet er elke dag van om in het onderwijs te werken, omdat ik het gaaf vind om eraan bij te dragen dat iedereen het allerbeste uit zichzelf heeft. Als ik door Leiden loop, vind ik het fantastisch om te zien hoeveel ruimte er op het moment is voor groei op cultureel gebied. Maar er is plek voor nog veel meer groei. Mijn naam is Susanne Herman, ik ben docent en ik geniet er elke dag van om in het onderwijs te werken, omdat ik het gaaf vind om eraan bij te dragen dat iedereen het beste uit zichzelf haalt. Dat geldt niet alleen voor mijn pubers, maar dat geldt ook voor alle inwoners van Leiden. Daarom maak ik mij als D66er sterk voor onderwijs en cultuur, omdat ik wil dat iedereen hier de kans krijgt om zich te ontwikkelen op de manier die voor hem of haar belangrijk is. Leiden als stad van kunst en kennis moet niet alleen aantrekkelijk zijn voor mensen van buiten de stad, maar zeker ook voor de mensen die hier wonen, werken en leven. Als jij ook wil dat er in Leiden ruimte blijft en voor kunst en cultuur, en zelfs dat er nog meer ruimte bij komt voor kunst en cultuur, stem dan bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart op mij, Susanne Herman, lijst 1, nummer 3. Daarom sta ik...